Nou, jongens, we zijn net geweest in Sittard om een biertje te drinken op de markt. En daar werden we opgewacht door een heleboel politie, man of 10. En we mochten het terras niet op. We konden niks te drinken krijgen, we werden niet bediend. Het enige wat we konden doen was om de hoek een colaatje halen en een automatiek. En dat op het plein opdrinken. En voor de rest zag het eruit alsof we invaltroepen waren of zo. Dat was abnormaal. Overal politie, zelfs toen we terugreden naar Roermond, waar we nu op het stationsplein zitten. Zelfs daar is de politie ons achtervolgd en gekeken en gewacht op ons. En het gaat helemaal nergens over. Het enige wat we wilden was gewoon een colaatje. Zelfs de mensen die bij ons waren en geen collars hadden, zelfs die mensen, die werden niet bediend. De grondwet, artikel 1 en 2, domweg gewoon negeren en gewoon puur discrimineren. Alleen omdat we een vestje aan hebben. Zonder vestje werden we wel bediend. Met vestje krijgen we helemaal niks. Maar dat vestje doen we niet uit. Daar ging het juist om.